De eerste is, ja, u kent hem, 44 jaar. Hij groeide op in Horen. En hij is in Amsterdam omstreken en ook verder buiten echt een grote naam. Ron Blauw! Erik van Loos, chef-kok en eigenaar van Parkheuvel in Rotterdam. Erik, ik zou zeggen, twee Michelinsterren sinds 2008. Groot gevoel van geluk? Ja, er is natuurlijk winnen het doelpunt Champions League, hè? Als je dat krijgt. Dat gevoel in ieder geval. Die ster kwam terug, tweede ster. Dit hou je ook wel, dit niveau? Nou, kijk, wij zijn natuurlijk allemaal strevers en je wil altijd meer. En dat is nu ook weer. Kijk, je probeert je iedere keer weer te verbeteren. En het nadeel aan ons vak is dat externe instellingen bepalen of wij het goed doen of niet. En dat vind ik wel een beetje jammer. Kijk, want onze gasten, en ik denk dat Ron dat kan beamen, die gaan naar buiten en die zijn tevreden of niet. We hebben nog één knaller, één van de grootste uit Nederland, Lucas Rieven. Lucas, je hebt dat ook, pak de microfoon maar in je hand, dan is het geluid het beste. Ga zitten. Als ik naar jullie drie kijk en ik ken jullie reputatie een beetje uit wat ik lees, denk ik, nou, dat is het serieuze werk en Joop zit daar toch een stukje onder. Hoe komt dat? Of is dat onterecht? Ik denk dat het een beetje onterecht is, want ik denk dat het ook een beetje een image van hem is. Maar als er iemand gigantisch met de horeca bezig is, dan is Joop Raakeker. En hij is ook een leermeester eerste klas, zeg jij. Ja, zeker weten. Ja. Wat is je grote wens nog voor de rest van je bestaan? Mijn grote wens is een hele mooie, leuke strandtent in Australië. Grote wens voor de toekomst nog? Ja, als ik kijk naar mijn zoon, die is inmiddels ook in dit mooie vak bezig. En ik hoop dat er een keer een tijd komt dat ze aan hem gaan vragen, hoe heet hij jouw pa ook alweer? Nou, ik ben niet zo wenselijk, maar ja, ik ben eigenlijk gewoon, dat gaat zoals het nu gaat. Dat ik voel me prima, ik voel me happy en ik kan steeds mijn uitdagingen in de keuken vinden. Dat vind ik geweldig. Ja. Baas van General Manager van der Valk in de Ridderkerk, Freek van der Valk. Hoe jong kan je zo'n baan al aan? Want het lijkt me toch een behoorlijke verantwoordelijkheid, General Manager, van zo'n grote tent. Want groot zijn ze allemaal bijna. Ja, ze zijn meestal wel groot, ik denk. Het ligt ook een beetje aan het team om je heen. Ja. Een soort missie, of je die hebt, of je een soort uitgangspunt hebt van waaruit je denkt en werkt. Toen we begonnen met Ridderkerk hadden we eigenlijk de tekeningen gekopieerd van een ander hotel, bestaand hotel. En toen hebben we heel lang gewerkt aan de vergunningen en dat duurde maar. Uiteindelijk, we zijn in 1995 begonnen en in 2007 uiteindelijk opengegaan. Nou, dat duurde maar een tijdje, zeg. Absoluut. Toen we eigenlijk eindelijk zover waren dat we konden bouwen, zeiden we van ja, is dit nu eigenlijk nog wel wat we willen maken? We hebben gezegd, we moeten opnieuw beginnen en een heel nieuw ontwerp maken. Ook in de familie zit Esther Hammink. Het zijn al 11 jaar een van de directieleden van Theaterhotel Almelo. Dat is heel wonderbaarlijk. Esther Hammink. Juichend maar gewoon. Geef haar de telefoon even. Dat is een goede telefoon. Het theater is moeilijk nu, hè, inmiddels. Merken jullie dat ook? Ja, zeker. Theaterland verandert heel erg. En het scheelt wel dat wij... eigenlijk de hotellerie heeft hetzelfde meegemaakt de afgelopen jaren. Dat we... manieren van boeken anders gaan worden. En dat zie je nu naar het theater ook, die vertaling. Ja. En dus het is niet zozeer dat het theater de belangrijkste factor is om het hotel te laten bestaan. Dus één is business en dit helpt om het iets speciaals te geven. Anderzijds kan ik bijvoorbeeld wel twee opera's per jaar neerzetten, omdat ik dankzij het hotel de afzetmarkt weer groter kan maken. Ja, dat is dan weer heel erg mooi. Ja. Mooi. Hij is ook een echte van der Valk, ondanks dat hij Rick Polman heet, 38 jaar. En als het goed is, zit hij in Eindhoven volgens mij. Rick, welkom. Ik hoop dat jouw microfoon wel goed is. Op je 24e had je al de leiding daar, zeg. Wat is dat? Ja, dat was een tijd geleden. Dat is al ietsje langer als de hotelschool waar Esther het over heeft. Maar 24, ik vroeg het net, is wel behoorlijk jong. Ja, maar we hebben in die tijd kreeg je wel veel begeleiding, dus het is niet zo dat je alleen was. Maar je hebt dus gewoon keihard een mentor, daar komt het op neer. Je hebt meerdere mentoren, denk ik. Als het gaat om zo'n opleiding en van iedereen neem je wat mee, van elke zaak leer je dan wat. En in totaal duurt zo'n opleiding vanaf je middelbare school dan ook een jaartje of zes. Ja. Heb je toch niet het gevoel dat je de hotelschool gemist hebt ergens? Absoluut, als ik zie wat mijn neef en nichten voor feest hebben in Den Haag, dan heb ik zeker wat gemist. Ja. En dat maakt dus een groot verschil met een sommelier van 20 jaar geleden. Hey, je hield alle flessen goed in de gaten en je gaf een briljant advies. En je was goed gastheer, maar tegenwoordig...
wordt er zo ongelooflijk veel verwacht en gevraagd van wijn- en spijscombinatie. Je moet eigenlijk zo alert en kundig zijn. Maar tegenwoordig is de gastronomie zo complex geworden dat de taak van een sommelier is ook vele malen moeilijker geworden. Want je moet altijd compromissen zien te vinden met al die smaaknuances die op het bord liggen. En hoe kom je dan in de wijn terecht? Ja, toeval. Ja. Toeval. Je ontmoet wijnboeren, je gaat de wereld voor je open. En ja, hoe word je sommelier? Ook toeval, je ontmoet iemand of iets die daar passie voor heeft en zo rol je erin. Okay. Maar als ik als importeur, ik zou bij wijze van spreken iedere week wel meerdere keren bij alle wijnproefgroepjes in Nederland wijnen kunnen promoten als ik zou willen. Ik doe het niet, maar er zijn ongelooflijk veel wijnproefgroepjes, ongelooflijk veel mensen die wijncursussen geven, winkeliers die wijncursussen geven. De kennis van wijn is gewoon heel dichtbij en heel toegankelijk. De Echo Put in Apeldoorn en auteur van het proefboek De Essentie van Smaak. En sinds 2011 bekleedt hij het lectoraat Gastronomy, moet je geloof ik in het Engels zeggen, aan de Stendon University in Leeuwarden. Ik heb het over Peter Klos. En de tweede gast vanmiddag is vinoloog, vaak in de finale gezeten van de wedstrijd van vinologen of woorden van gelijke strekking. Hij heeft een restaurant, heet Lis, met dubbel Z aan het eind, in Lisse. En verkoopt ook wijn. En het liefst wijn die op natuurlijke wijze is gemaakt. Zo zeg ik het toch goed. Ik heb het over John Nedersticht. Wat er heel veel gebeurt is dat smaak enerzijds wordt beschouwd als het persoonlijke, dus van jou. En het anderzijds ook dingen smaak hebben. En ik ben er een groot voorstander van om daar maar te beginnen en te zeggen, laten we nou vooral het woord smaak voor de dingen doen, gebruiken. Dus wijnen of gerechten of ingrediënten, dat zijn dingen die smaak hebben. En wat mensen ervan vinden, dat gaat vooral over proeven. En dingen als cultuur en plek waar je bent, allerlei zaken kunnen een grote invloed hebben op, op het proeven zelf. Ik heb ooit eens de stichter van die beroemde keten Flow geïnterviewd. En die vergeleek een restaurant met een theater. En die maken inderdaad een mooi theater van qua uitstraling. Maar in grote lijnen kan het daar wel mee eens zijn. Het is een totaalbeleving. Het is niet altijd even goed, maar het is wel een spektakel. Nee, want het is inderdaad een totaalbeleving.